Kent u deze mevrouw? Nee, sorry. Kent u haar? Ja. Het gezicht komt wel een beetje bekend voor, maar geen namen. Ik moet gokken op het uiterlijk. Ken je haar? Nee. Indonesië, Japan, in welk Tibet. Land? Ja. Nee. Ik ook niet. Nepal. Dat komt me wel een beetje bekend voor, ja. Ken ik haar? Nee. Nee? Ze lijkt op Betancourt, maar dat is ze niet. Nee, ik heb haar nooit gezien. Of is het die Koreaanse vrouw? Oh ja, natuurlijk, Burma. Ach ja, dat is bij Thailand. Is toch ook Burma in de buurt? Ja. Ja. Dat is toch die bekende spoorweg? Ja, ik denk het ook, ja. Maar... Hoe heet zij ook weer, die mevrouw? Aung San... Aung San Suu Kyi of zoiets. Ja. Aung San Suu Kyi. Het is niet zo gek dat ik dat vergeten was, nee. Hè? Nee. Zij zit in gevangenschap, want ze strijdt ergens voor. Ja, ze heeft heel lang opgesloten gezeten. Ze was verkozen, maar toen werd ze opgesloten. Goed, welk land is het nou op? Burma. Oh, het is Burma. Burma, het is Burma. Wat weet u over Burma? Nou, we weten denk ik heel weinig over Burma. Ze laten weinig los, hè? Haar vader was in de politiek voor dat regime. En die is, ik weet niet of die vermoord is of in de gevangenis omgekomen. Hm. Ze heeft ook een keer Nobelprijs gewonnen. Juist. Ja. Vrede. Ja. Ze hebben vastgehouden door het regime. Ja. Althans, huisarrest. Er komen binnenkort verkiezingen daar. En ik vraag me af, wat kunnen wij vanuit Nederland voor hen betekenen, voor die mensen? Nou, ik ben bang vrij weinig. Balkenende zei destijds dat we Irak moesten bevrijden van een dictator. Dus misschien moeten we Burma ook binnenvallen. Okay. Dat is ook een groot succes geworden daar. Okay. Dus misschien moeten we dat maar doen. Maar u klinkt daar heel ironisch. Dus eigenlijk niet, zegt u. Nou, militair gaat niet werken. Militair. Maar hoe dan? Ja. Al die politiek. Lastig, ja? Hè? Ja. Ik denk altijd het beste wat helpt zijn economische sancties. Ah. Dat denk ik altijd. Maar goed, dat is misschien niet het idee van de economie. Want die wil blijven draaien altijd en verkopen en zaken doen. En dus ja, ik weet niet hoe we verder moeten. Maar ik denk niet met die protesten van die monniken. Ja. Iets als economische of politiek boycott. Zie je daar het nut daarvan in? Ja, nou ja, ik denk dat gewone mensen daar gewoon veel meer de dupe van zijn dan dat je daadwerkelijk er echt iets mee bereikt. Zover ik weet laten ze zich daar niet echt beïnvloeden door wie dan ook. Ook niet regeringswijze, dat onze regering iets zou betekenen? Onze regering. Ja? Succes. Nee, niet onze regering. Althans niet deze. Niet deze. Dankjewel.